Het woord kotomissie komt niet van de dracht die bekend staat als de kotto, zei Christine van Russel Hienaar gisteravond in het Nationaal Archief tijdens de presentatie van haar boek Prodo Fu Kotto, de trots van de Afro-Surinaamse klederdracht. De auteur, die ook de curator is van het Kotto Museum, zei dat het woord kotomissie verwees naar een gekleurde vrouw die een rok aan had. Dit moet in de periode 1860 zijn geweest, toen de klederdracht kotto er nog niet was. De kotto zoals we die kennen kwam in 1880 op onder de marktvrouwen. En als we dan kijken naar deze groep mensen, oh, daar word je zo trots van. Als ze naar het werk gingen, dan hadden ze gewoon, weet je, de tijd was, alles was lang. In die tijd was alles lang. En dan zie je, ik wil toch even inhaken op die vorige, die ene bevoor. Sorry hoor, nog eentje. Bij deze zie je dat er meer Europese mode is van toen, omdat ze dan hoepelrokken droegen. Ze hadden de hoepels, Queue de Paris, weet je, die kooi, die wij zeggen kooi, wel anders gedragen. Maar hier zie je, onze kotomissies in die tijd, ach, die hebben nooit een hoepel gedragen. Nooit niet. Omdat het niet van hun was. Toch? Dus het was die kracht, die trotsheid van het eigene, dat merk je in de kotto. Van Russel Hienaar zei verder dat er in die periode meerdere soorten kotto waren. De visvrouwen hadden een kotto voor het werk, maar ook voor wanneer zij uitgingen. Ze uitgingen, die met product gevallen. En hun product bestond uit wat we vandaag in de dag een beetje zien. Veel mensen dragen nu 3-4 kotto's op elkaar. Terwijl dat vroeger waren het echt marktvrouwen als ze uitgingen. Zelfs die jakkies. Dit is een foto die ik op een gegeven moment heel erg vergroot heb. Samen met die andere, die marktvrouw. Om het helemaal te gaan uitzoeken. Wat heeft ze aan? Waarom is die jakkie zo lang? Weet je, dus dat zijn allemaal dingen die ik meegenomen heb in het geheel. Maar je ziet, het is alleen 1883. Dus daarna, hier kunnen we ook al een beetje praten over die kotto. Van Russel Hienaar geeft aan al in de jaren 90 te zijn begonnen met het onderzoek voor dit boek. Echter begon haar moeder al in de jaren 60 van de vorige eeuw met het onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van de kotto. Van Russel Hienaar zegt dat haar moeder een bijzondere erfenis van cultureel erfgoed heeft nagelaten. Speciaal voor die avond van de boekpresentatie is er een angisa ontworpen met de naam Prodo Fu Kotto.